Morgen mensen, welkom bij de tweede video. Vandaag gaan we dan toch echt naar Frankrijk. De vorige video hebben we een beetje Nederland lopen vissen. We hebben strand, vond ik nog die mooie toetoon van 21,5 kilo. Nou jongens, aangekomen bij tweede water. Er zat net een Franse visser. Zat te snoeken. Maar die ging gelukkig weg. Dus kunnen Dominique en ik hier even een nachtje doen. Kijken hoe het loopt, misschien twee. We hebben vanmorgen al om 6 uur waren we al in Frankrijk. Op plek van bestemming. We hebben 10 kilo gevoerd op de Rhône. Nou, wat andere watertjes bekeken. Maar daar konden we niet echt wat van maken. Dus daar hadden we ook geen zin aan. We hebben natuurlijk ook een beetje vakantie. Dus, ik hoop dat jullie genieten van de video. En veel kijkplezier. Op de rode tip. Goedemiddag jongens. Eerste vis, 15 kilo schub. We kwamen vanmorgen aan hier op stek. Hebben gelijk 5 kilo gevoerd. Want we waren een beetje proef aan het reizen. En we wilden toch een beetje rust pakken. Dan werd ik op een uurtje of twee werd ik wakker. Ik zeg tegen Dominique, waar is de boot? Er is een boot weggedreven. Wij gelijk in paniek dachten dat de boot weg was. Maar gelukkig dreef hij een stukje verderop. Dominique erin gesprongen, boot gehaald. Op dat moment loopt mijn hengel af. Ja. Dus dit is de eerste vis. En als daar nog meer van komen, wordt het wel een hele mooie vakantie. Nou, een paar fotootjes zetten we er weer terug. En dan op naar de volgende. Morgen jongens, een update van gisteravond. Nog twee vissen bij gevangen. Nog twee vissen van rond de 8 kilo denk ik. Dominique had een mooi schuppie en ik later nog eentje. Maar we vinden het niet wild genoeg om hier te blijven zitten. Dus we gaan weer lekker door naar het volgende putje. De eerste rivier nog even weer aanvoeren. En dan zien we ons straks bij het andere putje. Waren we net aan het opruimen. Dominique's hengeltje is al binnen. Ik had er nog 3 in liggen. Loopt hij alsnog af. Dus vang Dominique nog even een 4e visje erbij. Gaan we eens even kijken wat het is. Hoe voelt hij, Dominique? Ja, dat voelt wel goed. Ja? Ze zijn wel sterk hier. Hè? Dominique achter de vis aan. Had zich vastgezwommen. Nou ja. Vis neemt Dominique mooi mee op sleeptouw zo. Nou, daar is hij. Wederom mooi schub. Hoe voelt hij, Dominique? Goed? Kilootje of 12, 13. Lekker man. Even een fotootje. En dan kan de vis weer gaan. Nou jongens, even weer voeren op de rivier. En dan morgen vroeg is de bedoeling om hier weer terug te komen. Gisteren 10 kilo gevoerd, doen we nu nog een keer. Even een hengeltje mee, even kijken dieptes. Maar dat gaat zeker goed komen. Zoals jullie hebben gezien, hebben we net gevoerd. Weer 10 kilo. Mooi verspreid. Dieptes van 4 tot 6. En nog een paar schone, ondiepe plateautjes gevonden. Die hebben we ook wat bijgelegd. Dus morgen hier naartoe. Nu naar de runsput. En dan zien we jullie straks bij het water.
jongens, eerste bak van het nieuwe putje. Wel gezegd, nou, max 2 kilo. Groot gevecht, boot nodig. Nee, gekheid. Nou, 2 kilo eerste vis, nieuwe water. Heel blij mee. Maar er gaan zeker nog een paar volgen. En ik hoop dat ze dan even hun vader of moeder langs sturen. Morgen jongens, vannacht wisten we 5 vissen te vangen. Nou, dit is eigenlijk één van de grootste, maar nog niet echt een bakkie zeg maar. Dus wat gaan we doen? We vissen hier nog een paar uurtjes uit, daarna gaan we naar de 4. Dan gaan we daar 1 of 2 nachten vissen en dan gaan we weer verder. Deze vissen trouwens wel goed op het voer, zoals je ziet. Of vis tutti. Dus. Deze laten we zwemmen, een paar fotootjes. En misschien komt er nog één en anders zien we ons straks op het rivier. Nou jongens, je hebt net gezien dat ik die ledenspiegel op de foto gezet heb. Gooi de hengel erin. Ongeveer 3 minuutjes loopt hij alweer af. Dominique is aan de beurt, dus die drilt hem even lekker af. Het is ook een betere vis dan de rest wat we hier gevangen hebben. Dus, kom zo terug. Nou jongens, eindelijk een van de betere vissen. Kilootje of 16 denk ik. Maar zeer tevreden. Dit is de 9e vis volgens mij alweer van dit watertje. Dus, blijf nog een paar uurtjes zitten en dan gaan we op naar de rivier. Nou jongens, nummertje 12, of eigenlijk nummertje 11, we hebben eentje verspild, dus woont zich vast onder een boom. Maar toch weer een leuk schupje. Lekker weer in het water zwemmen en loopt gewoon de hengel af. Wat wil je nog meer? Afkoelen en visvang. Het is nou in de gaten hoe dat ding werkt. Ja, dat moet ook. Filmt. En dan moet je nog leren in je mond houden. Weer een mooie spiegel voor Dominique. En het grappigste is, Dominique vangt de vissen op mijn hengels en ik vang de vissen op zijn hengels. Maar ja, maakt niks uit, vis is vis. Zijn er weer super blij mee. Jongens, dubbel run. Dominique, die laatste visje helaas bij de kant ontsnapt bij het net. Maar beetje pech. Die dingen horen erbij. Toch nog, die waren allebei rond de 6, 7 kilo. We hebben hier nog eentje. Zal ik jullie even laten zien. Kijk, mooi donkere schub. Punt gaaf. Nog nooit eerder gevangen, denk ik. Heel blij mee. Nou, deze laten we zwemmen. Ik weet zeker dat er nog veel meer volgen. Nou mensen, dan heeft Dominique alsnog een visje op de foto. En hij vond het leuk om die andere te laten zwemmen. Dus, maar ja, kijk. Is toch weer een mooi visje. Een kilootje of, nou, wat zal het zijn? 4, 5? Geen idee. Nou, ik denk wel iets meer hoor. Leuk visje. Ah, maakt niet uit. Mooi visje. Nu nog even de bak vangen. En dan komt het allemaal goed. Nou jongens, dit is alweer de 4e vis. Van af 7 uur hebben we ongeveer de hengels erin. Het is nu 10 uur. Dus 3 uurtjes vissen. 4 vissen. Dus, ik kan nog een druk nacht worden. Dan morgenmiddag maar even lekker uitslapen. Het is niet anders. Deze terug.
En we wachten op de volgende. Een iets betere vis, een kilootje of 15. Dus er zit een stijgende lijn in. Ik ben super blij mee, elke vis van de rivier. Dat is gewoon super gaaf. Goedemorgen. Vanaf gisteravond 7 uur zijn we hier gaan vissen. We hebben 18 runs gehad. We hebben daarvan 14 gevangen. Helaas een paar lossers, maar ja, dat hoort er ook bij. Nou net wouden we even een klein tukje doen, maar we krijgen gewoon steeds niet de kans om even de oogjes dicht te doen. En dan gaat die hengel weer af. Ja, en wij willen graag vissen, dus moeten we er ook zijn. Wederom een klein schotje. Een kilootje of 3. Maar ja, toe maar. Misschien hebben we geluk dat die bak van de week nog langskomt. Dus we hebben nog tot zaterdag. Dus. Komt allemaal vast goed. Goedemorgen jongens, totale gekkenhuis hier, stek. Vanaf 7 uur vanmorgen kregen we gewoon 5 runs. Dus we hebben nu 5 vissen hier. 4 in het schepnet, 1 in de sling. Dus we gaan ze er even bij halen. Ja,
Zo. Dit zijn de eerste twee. Super gaaf. Mooi gebouwd, sterk. Deze kunnen we weer terug. Pakken we even die andere erbij. Vis is vis. Dit ding maak je ook mee. Morgen jongens, zoals jullie zien zijn we aan het inpakken. We hebben vannacht 4 vissen erbij gevangen. Niet echt bijzondere vissen. Van maak ze 8 kilo denk ik. Dus we gaan nu naar nieuw water. Die heb ik ooit eens een keer met Bas bekeken. Een glasheldere put. Het blijkt dat daar behoorlijke dikke vissen op te zitten. Maar ja, dat gaan we zelf meemaken als we wat vangen natuurlijk. We gaan hier nog even 10 kilo eroverheen strooien. Voor als we nog terugkomen, dan moeten we nog even kijken hoe het verder verloopt. Dominique is al druk aan het inpakken. Ik ga hem zo helpen. Spullen in de bus en op naar het nieuwe water. Vang ik even tussendoor. Dikke stinker. Een mooie vis. Catfish. Catfish Billy, maak hem voorop. Goedemorgen mensen. Helaas, deze stek levert alleen een meerval op. Voor de rest niks. En nog één aanbeet, maar die trok hem niet door, zeg maar. Dus we hebben spullen weer in de bus. En dan gaan we weer op naar de volgende locatie. Nou, we varen net de hengels uit. Legt die van Dominique. Daar onder een boompje. Ik vaar terug. En wat dacht je? Hengeltje krom. Hengeltje krom, ja. Heel mooi spiegeltje. Beetje glad. Beetje wild. Kom jongen. Een heel mooi visje. Hoppa! Hoppa! Gelijk die kant erop, hè, zwijn. Dat is een goeie engel. Die loopt al 3 keer af. Ja.
Morgen jongens. Nou, vannacht hengels eruit gehaald. Had een beetje noodweer. Onweer, niet te vertrouwd om de hengels te laten liggen. Vooral niet hier, maar hier loopt de hengel geregeld af. Vanmorgen hadden we alweer de hengels op tijd op, 9 uur. Gooide de hengels en is al 3 keer afgelopen. En nou, 2 schoten los. Maar ja, kijk maar naar de bekken. De bekken zijn niet al te best. En nu hebben we dan toch een vis. We hadden net nog een giebel. En dit spiegeltje komt er nou zo aan. Dat werkt een beetje tegen. Maar een klein spiegeltje. Dus, gooi de hengels nog 1 keer in. Daarna gaan we verkassen, gaan we weer naar de rivier. We hebben nu 2 dagen weer 10 kilo gevoerd. Kijken of we weer de 18 rus kunnen halen. Nou, we zullen het zien. Daar gaat hij. Jij bent. Ja, onze vriend Dominique dacht snel te zijn en de boot alvast hem op te ruimen. Maar wat zijn we vergeten? Dat die nou een marker moet afhalen. Nou ja, hij zwemt net als een zeehond, dus er is niks aan de hand. Nou jongens. Weer aangekomen op de rivier, waar we 2 dagen lang 10 kilo hebben gevoerd. Dus nou, hopen dat de hengeltjes, die liggen nou in, dus hopen dat ze binnen no time aflopen. Maar gaat zeker nog wel een paar keer aflopen, daar ben ik van overtuigd. Er zitten nu op 48 vissen, dus kijken of we de 50, 60 kunnen halen. Hopelijk met een mooie bak. Morgen mensen, we zijn vanaf gisteren 8 uur al aan het vangen, zeg maar. Want om de uur, anderhalf uur loopt er gewoon een hengel af hier. Echt gekke werk. Dus de 2 dagen 10 kilo voeren heeft wel geloond. Dominique heeft nu de 11e vis in het net. We hebben een paar los gehad, maar ja, dat hoort er ook bij. Hè. Ik ging net over de kop met mijn waterpak onder water, alles vol, kleren nat. Je zit even lekker in de zon even te drogen. Dominique is nu die vis aan het halen. En dan zijn we zo bij jullie terug met een fotootje. En dan hopelijk is mijn pakje snel droog. Kijk er zelf ook weer achteraan. En anders duik ik er gewoon in met een korte broek. Nou jongens, naar een trip van 8 dagen. Het zal eerst 10 wezen. We zijn 2 dagen eerder naar huis gegaan in verband met Zwarte Zaterdag. We hebben 57 karpers gevangen, 1 meerval, babeel, Dominique nog, mooi vis, had ik nog nooit eerder gezien. En het was een zeer geslaagde trip en het was gezellig, of niet Dominique? Ja, was super. Nou, mooi. Misschien volgend jaar nog een nieuwe trip met z'n tweeën. Moeten we nog even kijken en overleggen met de vrouw thuis natuurlijk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en tot de volgende keer.
Ciao.